Mijn naam is Dennis, DJ DNS. Ken je van de SO Troopers misschien? We zitten hier in de Allstar DJ Academy, dat is hier in Amsterdam. Daar ben ik samen met DJ Days, of een SO Troopers zeg maar, mee begonnen. En wij verzorgen hier DJ-lessen voor alle soorten en maten, zullen we zeggen. Heel veel mensen die één op één les krijgen, en ook groepenles, zeg maar, en dan doen we een seminar. Dat doen we zowel op het podium, dus buiten de deur, als hier ook, zeg maar. Onze insteek is een beetje om mensen wat verder te laten kijken dan wat er gemiddeld gebeurt op het DJ-vlak, zeg maar. Dat is een beetje kort gezegd wat de Allstar DJ Academy inhoudt. Ja, verder ben ik bezig met, ik maak vooral de mixtapes. Tablemanners, misschien bekende naam. Dat doe ik al een tijdje nu, zeg maar. Ik heb net deel 4 uit en dat is eigenlijk gewoon weer een puristische hip-hop tape eigenlijk. Een beetje in elkaar gezet. Het is een beetje voor mij altijd, dat was mijn visie altijd van hoe ik een mixtape zou willen brengen. Dat heb ik nu de middelen voor, zeg maar, om het allemaal te kunnen maken. Dat doe ik nu wel. Tablemanners 4 kan je bestellen via de Allstar DJ Academy, zeg maar, site. Je kan me even een mailtje sturen naar DNS@Allstar DJ Academy. Daar zit ik door de week, dus ik kan altijd de mailtjes ontvangen. Hij ligt ook bij Fat Beats onder andere, kan je ook krijgen, zeg maar, in de winkels. En ik heb hier en daar nog wat mensen die het, zeg maar, een beetje streetwise verkopen, zeg maar, dus dat zij ook in de gaten kunnen houden. Ja, Shit is Banging is een eigen conceptje, wat een jaartje geleden is ontstaan, eigenlijk door toevalligheid eigenlijk. Ik ben met een paar vrienden van vroeger, jongens met die ik al heel lang draai, zeg maar. Zijn we ergens beland, hebben we een feestje gegeven, we noemen Shit is Banging. En dat liep goed en dat konden we daar doorzetten. En we kregen steeds meer vragen van buiten over mensen die dat ook waren. Ja, daar zijn we nu actief mee aan de gang. Het is een beetje, Shit is Banging moet je zien als muziekvormen, zeg maar. We pakken elementen van hip-hop, van soul, funk, een beetje reggae, eigenlijk alles door elkaar. En dat verkondigen als het zijn Shit is Banging. Het zijn party-rockende concept is het, zeg maar. Het is echt dansbaar allemaal. Dus dat kan zijn van oude hip-hop, nieuwe hip-hop, oude soul, nieuwe soul dingetje, alles bij elkaar. Dit is gewoon alle muziek in een hoop en bij elkaar gegooid. Dus daar zijn we nu mee bezig. We gaan Mystery Man dit jaar doen. Logisch aan de Shit is Banging. Sneakers, dat is een feest in Amsterdam, in Panama. Dat is een house team. Wij krijgen de tweede zaal om daar te gaan hosten. En we doen daar elke maand in Breda doen we een avond. Ook Shit is Banging. Ja, we hebben hier en daar nog wat losse locaties waar we doen voor de festival. Maar dat gaat lekker. We zijn er blij mee dat het leuk loopt. Zeg maar. Dus, ja. Sowieso de liefde. Ik vind het nog steeds na dat ik 13 was, heb ik voor het eerst Cash Money gezien. En dat vond ik zo dope dat ik dacht van kijk, wil ik ook. Dat vind ik nog steeds leuk in alle vormen en alle soorten en maten, zeg maar. Dus ik kan genieten van de Q-Bird tot Mixmaster Mike, tot de Junkies, tot ook gasten die nog niet heel bekend zijn, maar wel veel dingen doen, zeg maar. Heel enthousiast en leuk. Brengen, zeg maar. Ja, en het is natuurlijk ook puur de muziek. Het muziek maken met een draaitafel is natuurlijk iets anders dan het muziek gewoon afspelen op een draaitafel. En dat maakt het zo interessant, doordat je gewoon steeds, je kan met je eigen creativiteit, kan je eigen muziek kan je maken. Of wel in een DJ-set dat je ook draait voor het danspubliek, dat je net weer je eigen toevoeging eraan gooit, dat het net weer even anders wordt dan eigenlijk het normale nummer.
tot aan showcases, dat je helemaal all-out kan gaan en dan echt de muziek echt naar voren gaat brengen. En dat is wat ik zelf veel op doe, sowieso met DJ Days, mijn partner, zeg maar, mijn scratch partner. Ja, dan doen we showcases en dat soort dingen. En dat ja, zit gewoon lol. Maakt me niet uit waar ik sta of waar we staan. We hebben er altijd lol mee, zeg maar. Dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik. Wat kan je van me verwachten? Nou ja, goed, mixtape sowieso. Daar ben ik nog steeds actief mee bezig. Dat vind ik leuk om te doen, dus dat sowieso nog. Ja, shows, dat zeg ik, dat Chillers Banging begint nu een beetje te komen. En ook, dat denk ik, deze. Ik krijg steeds meer optredentjes hier en daar. Dus dat zullen we altijd blijven doen. We zijn momenteel nog bezig met een big band. Een 20-koppige big band. En die jongens, die maken echt muziek. Dus die staan in de laatste sessie. Drummen, bassisten, alles wat bij elkaar, zeg maar. Op die manier kunnen we ook een turntable weer een beetje toevoegen aan hun dingen, zeg maar. En ja, op die manier steeds verder raken. Dus dat gaan we nu, daar zijn we mee bezig. Dus dat zijn dingetjes wat je in de gaten zou kunnen houden. Ja, big up naar alle turntablists in Nederland en alles eromheen, zeg maar. Ja, blijf het ding doen. Ik bedoel, met z'n allen moeten we het ding groot van maken. Dus laten we hopen dat het zo weer aan de grond komt. We'll be right back.